Hallo, ik ben Marloes, een korsetmaakster uit Nederland. Toen ik als klein meisje bij mijn oma logeerde, maakte ze vaak kleertjes voor ons en mooie quilts op haar Bernina-naaimachine. En ze zei me altijd, als je later een goede coupeuse wilt worden, dan moet je een Bernina-machine aanschaffen, want er is gewoon geen andere machine die je werk zo complimenteert als een Bernina. Ging ik heel vaak stiekem op haar naaimachine werken als zij boodschappen ging doen of met de hond ging lopen. En dan moest ik altijd heel goed kijken hoe zij haar machine had ingesteld, zodat ik dat reproduceerde, zodat als zij terugkwam ze niet door zou hebben dat ik aan haar machine had gezeten. Laten we een kijkje nemen naar alle eigenschappen van de B530. In verband met een korset maak ik altijd hele kleine steekjes. Hierdoor creëer je extra stevigheid in het kledingstuk, want als je het gaat dragen komt er extra spanning op de stof te staan en je wil natuurlijk niet tot halverwege de dag alle naden openscheuren. Wat nog heel fijn is, is dat ook als je switcht tussen het gewoon recht stikken en het zigzaggen, dat de machine onthoudt welke steeklengte je hebt gebruikt en hoe je je naald hebt gepositioneerd. Zo, dus als je terug gaat naar het recht stikken, hoef je dat niet opnieuw in te stellen. De machine heeft ook een heleboel decoratieve steken, waardoor je dus alle kledingstukken die je maakt eigen persoonlijke tintje kan geven. De machine heeft ook een heel helder licht, waardoor je goed kan zien, waardoor je heel goed precisiewerk kunt doen. Een van de lastigste dingen van het maken van een korset is dat je te maken hebt met heel veel rondingen en ook met hele dikke naden. Om die naden zo mooi mogelijk te verwerken heb je eigenlijk een boventransport voor nodig. Deze zorgt ervoor dat alle lagen stof gelijkmatig onder de machine worden getransporteerd, waardoor je hele mooie steken kunt creëren en alle laagjes niet gaan schuiven los van elkaar. Dus dan krijg je geen rimpels of lelijke kreukels in je werk. Een van de dingen waar ik altijd echt een hekel aan had, was het maken van knoopsgaten op de machine. En ik deed ze dan ook vaak met de hand, wat natuurlijk wel een extra effect geeft, maar het is een beetje veel werk. Dus nu heb ik ondervonden hoe makkelijk het is om het op de machine te doen. Je begint gewoon met het stikken van één zijde van je knoopsgat totdat je de lengte hebt bereikt die je wilt hebben. Dan duw je op het knopje om terug te stikken en de machine onthoudt automatisch hoe lang je knoopsgat moet zijn. Hierdoor kun je moeiteloos 100 of wel 1000 knoopsgaten achter elkaar stikken en zijn ze allemaal dezelfde grootte. Laten we een kijkje nemen naar mijn favoriete Bernina 530. De Bernina 530 biedt genoeg ruimte naast de naald voor verschillende kledingstukken. Deze machine heeft bijna 400 steken, mooie decoratieve steken, 22 praktische steken en 9 knoopsgaten die erg goed van pas komen bij het maken van kleding. Het Bernina grijpersysteem is betrouwbaar en robuust, zelfs wanneer je met dikkere materialen werkt. En hij is heel snel, je steekt zo 900 steken per minuut, een echte tijdsbesparing wanneer je lange lengtes moet stikken. Maar er zijn natuurlijk ook andere modellen Bernina naaimachines die ik je kan aanbevelen voor het maken van kleding. Mocht je het bijvoorbeeld makkelijker vinden om met een kleiner model te werken, dan raad ik je de B380 aan. Het is een stuk compacter, makkelijk in gebruik en heeft ook vele handige eigenschappen. En nu laat ik je twee ongeëvenaarde heldinnen zien. De Bernina 740 en de Bernina 720. Beide hebben een ruime vrije arm, speciaal geschikt voor grotere projecten. Ook hebben ze allebei een groot kleuren touchscreen. En de steekkeuze is fenomenaal. Bernina grijpersysteem produceert de perfecte naden. De Bernina 740 heeft een ingebouwde boventransport, maar de Bernina 720 kan ook borduren. Beide modellen hebben een ingebouwde draadtrimmer. En wanneer het op snelheid aankomt, winnen deze machines geheid. Weet je niet welk model je moet kiezen? Maak dan een afspraak met je Bernina dealer om er eentje uit te proberen. En zo erachter te komen welke het beste bij je past. Bernina, made to create.